Hoi allemaal, super dat jullie kijken naar een nieuw vlogmas. Wat wij dus gisteren allemaal gedaan hebben, is dus naar de Intertuin geweest. En mijn moeder heeft dus heel wat dingetjes gemaakt daarbij. En ja, ik vond het echt heel erg leuk geworden. Maar dat laat ik vanavond wel even zien, want dan staan alle lichtjes aan en zo. En dan ziet het er allemaal veel leuker uit dan als ik het nu zo laat zien. Maar ik heb dus mijn wekker iets eerder gezet, omdat ik... een half uur eerder echt. Maar dat komt dus puur omdat ik graag naar de etens wil voor mijn Happy Socks. En de vorige keer toen ik daar naartoe ging, toen waren ze nog niet binnengekomen. Maar ik hoop echt zo graag dat ze er nu wel zijn. Want ik vind het echt heel jammer als ze er niet zijn. En ik ga vandaag ook nog naar de Kruidvat. Want er is een puzzel van 1000 stukjes voor maar 3 euro. En het is een kerstpuzzel. En ja, het is gewoon heel erg leuk puzzelen. Want dat ging van ticket, ging dat trouwens doen. En ik vond het echt heel erg leuk. Maar ik ga dus eventjes nu maar eten maken. En dan ga ik straks naar school toe. Eerst toen kon ik niet zo vloggen, zeg maar, hoe ik het nu doe. Want voor de camera zat een luchtbel of zo. Maar ik heb die er dus blijkbaar uitgekregen. Waar ik echt trots op mezelf ben. Maar ik ga dus nu eventjes eten. En ja, eigenlijk eerst nog helemaal maken. Super stom. En dan moet ik ook nog mijn school eten maken. Ook super stom. Maar hè. Oh, anders heb ik geen eten. Dus ik ga dat nu heel eventjes doen. En dan zien jullie me straks nog wel. Wat ik elke ochtend eet is gewoon lekker een boterham met hagelslag. En een glas melk. Heerlijk. Wow, we zitten weer bij de reanimatie. Die les. En we doen nu met een AED. En dat is zeg maar zo'n schokapparaat. Die je zeg maar kan gebruiken als iemand een hartaanval heeft. En met een onderkin. Ja, heerlijk. Het is best lastig hoor, omdat je zo gewoon boven zit. Maar ik heb dus een dus gedaan, het is best lastig. Wat ga je stoppen met de vet? 24. Nou, ze wilde graag in mijn vlog. Ik weet eigenlijk heel veel niet of ze er graag heen wilde. Maar niet uit. Kami, jij wilt ook graag heen? Nee. Ik ben dus net terug van de stad. Ik was zo eventjes naar de Kruidvat. Naar de etels geweest bij de Kruidvat. Heb ik deze puzzel. En deze puzzel gehaald. En ik kreeg er nog gratis iets van Sinterklaas eten bij. Heel prima. En ik was ook natuurlijk naar de kerst geweest. Dat hebben jullie al gezien dat ik Happy Socks heb gekocht. En hij is open. Wat ik dus heb. Ik heb deze. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ik heb deze. En ik heb deze. En nog deze. En ik vind ze echt heel erg leuk. En de doosje is ook heel erg leuk. Want de binnenkant is het nog een stukje. En de doosje van dit. Dus eigenlijk gewoon de zijkant en dit. Dus ik denk dat ik deze doosje ook gewoon ga bewaren. Misschien dat ik daar gewoon altijd mijn sokken in doe. En dit was eigenlijk alles wat ik gehaald heb. Ik vind het echt heel erg leuk. Kijk, er zit al een gat in de doos. Maar ik heb eventjes een plank uit de schuur gehaald. En zo alle stukjes en... Ik ga zo beginnen, alleen ik dit heel eerst even afklappen. Want als ik straks alles in mijn deur zo is alles gewoon. Okay, ik ben al even bezig, maar ik heb dus wel heel deze kant. Maar ik ben dus nog echt niet ver. En hier liggen ook allemaal stukjes echt super veel. Maar ja, ik ga dus nog wel even verder. En ik hoop dat ik de rand straks wel af heb, want ik ga ook zo eten. En dan moet ik gaan voetballen. Dus ik hoop dat ik het nog wel af krijg, maar dat verwacht ik wel. Oké, ik heb dus getraind. En het was wel weer te lucht aan het regenen en zo. En toen thuis kwam ik nog iets gedaan op het vuurwerkstuk. En ik heb nog bijna verder gaan met de buren. Maar daar is niks van terechtgekomen. En ik heb nog mijn chocolater. I like it. Verder gegeten. Niet opgegeten. Want ik had er geen zin meer in. En ja, nu ga ik eigenlijk naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik ga natuurlijk geen dankje nog doen om deze video. En zo kan ik nog